en enige kruiden. En ze kreeg daarvoor 2 brieven teruggestuurd. Wie waren deze beide broeders in de gevangenis gekomen? 2 dagen daarvoor, op zondagmorgen 10 augustus, werden de bijbelgelovige baptisten bij een samenkomst door de Franse hoofdman Lamotte verrast. Zijn soldaten hadden het huis bezet, maar konden slechts 6 bijbelgelovige baptisten vangen. De anderen waren door de achterdeur ontkomen. Van deze 6 gevangenen bleven er 4 standhaftig en getuigden hun geloof voor de markgraaf in de gevangenis van Antwerpen. Deze 4 waren Christian Langendoel, de handelaar Hans Simons, een van de 16 baptistenpredikanten in Antwerpen, de schoenmaker Cornelius Klaas uit Gent en Matthäus de Vik, die reeds is beschreven en door de folter zwak werd, maar toch slechts 1 keer de Heer verloochende. Op de vroege ochtend van de 13e september 1567 werden de 4 trouwe vrienden na een maand gevangenschap naar de grote marktplaats in Antwerpen gebracht om ter dood gebracht te worden door de kerk van Rome. De soldaten hebben de veroordelingsplaats omringd om de mensenmassa's op een afstand te houden. Ze hebben trommels geslagen om te verhinderen dat de toeschouwers de prediker, de gebeden en de liederen van de gevangenen konden horen. Nadat de 4 gevangenen zich onder elkaar bemoedigd hadden, hebben ze elkaar met de heilige kus gegroet en vervolgens hebben de beulen het stro en het hout en een dak opgebouwd. Ze werden rug aan rug aan 2 palen gebonden. Vervolgens hebben de beulen ze gewurgd en het dak aangestoken. Op deze manier zijn de 4 mannen gestorven en zijn ze een zalige dood gestorven en hebben ze hun geloof in Jezus Christus tot het einde toe behouden. Deze geschiedenis kunt u nalezen, als ook de brieven die geschreven zijn, in Martelaars Spiegel, het tweede gedeelte, pagina 257 tot en met 267. En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, omdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterrand van de troon Gods. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreking van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Ge hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. De Bijbel zegt, maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. U luistert naar Geloofsstrijd Bijbel Radio. Thank you.
Bijbel zegt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslagen. U luistert naar Bijbelgelovende Radio.